Ek het nie in die wieg gebore. Ek het hier groot geword. Ouers was van hier gewees. Ja. Ek het hier opgegroeid. Ek het hier skool gegaan. Daai tyd was nog die grensesendingsskool. Okay. Ek het skool gegaan en die gegaan tot by standaard 6, waar die klas nog net gewees. Ek het gegaan tot by standaard 6. Ik voel het nog gewoonlijk, maar geweest het die Wupperthal. Die is niet werk. Het is net die schoenfabriek waar destijds die geweest het. En, die hier is aan het 6. Ouders was maar arm geweest. Dat kan niet bekostigen om te laten leeg verder. Daar die tijd niet nodig. Hier is aan het 6, die school heet dus. Dan moet je maar ook maar naar die boerplaatsen toe gaan werken. Zoals ik, ik was, in aan het 6 was ik 14 jaar. Toen ik die school heet. Toen heb ik nu in die Bokveld ook maar aan de boeren gaan werken. Daar had ik 15 jaar oud geworden. Maar dat was niet een makkelijke dag. Je zorgen vroegochtend in die rijpen en die koud. Maar met die werk, als je die krijg je nog 50 cent per dag. En, ja, 50 cent per dag dat we gaan werken staat worden. Nu ja. Jaren heb ik nog gewerkt, elke season tijd. Seizoen tijd bij die vruchten, dan werk ik nog daar zo. Toen hebben we later opgegroeid en hier katechisatieklas gegaan, waar ik aangeneem was. En toen ik nog een beetje verder, want mijn oor was een gezin van 12. 12 en niet eens. Mijn pa die had niet gewerkt. Moet men zo moet klaarkomen, daar onder die persoon werkte. Hij destijds waar die dingen nog hier geweest, die schoenfabriek. Elke mens heeft dus de grond gehad wat in die fabriek werkt. Wat kan er niet altijd bekomen om die grond te bewerken? Ja, en hoe verhalen misschien we die mensen wat nu werken? We worden die stukje grond om te spit. En zo maken die werkloos daar nog een leven. Maar dat was een moeilijke tijd. En destijds was men naar haar, die boven was gezeid. Granen koren gezeid. Met die donkies omgeploegd. Dan wordt het in die cirkel afgesneden. Dan wordt met die donkies uitgedrapt. Dan wordt het nog hier die wind uitgewaan. En dan was hier een meel. Waar het nog fijn gemalen. Die soort als ouders naar die brood gebak. Dan moet je dus ver, die randen en hangen af. Dan moet je nog altijd met die donkies. De koren worden af en af afgepakt. Tot hier zo. En ja, zo heb ik me nu opgegroeid en dus later in die stad gaan werken. Niet zo bij lang in die stad gaan werken. Jaren wat ik nog in boerplaatsen gewerkt. Dus later, het eerste werk wat ik verder gegaan doen, was hier Lammersbaai. Daarna had ik gegaan Zeeland Boskoelen of hij wijnmaker. Ja. En daarna had ik zo'n paar tijdje in die stad gewerkt. Was hier bij je lang. En toen kwam die dinges, maar die werken bij grote fabrieken bij Willem Barends. Toen kwam die werk nog uit. Dus bij je van die spannen. Was al mee die stad hier aan naartoe gegaan. En hij was in 1966 geweest. Had ik nog een jaar gewerkt op die schip. Kom maar weer in, dit wordt ook beter betaald, die zedig kreeg. Toen zei ik op Hommel. Waarom Hommel die zedig kreeg, ja. Zulke fabrieken waren fabriekschepen. Met een vismeel. Ja. Vismeelmaan. Om die zedig kreeg op. Had ik gewerkt voor 6 jaar. Ja. Nou. Dat betekent dat je ziet nooit land meer blij op je ziet. Dan wordt die vismeel gemaakt als zo in die skede komt. Leid het allemaal nog aan, zo elke 2 maanden. Het was 14 dagen vakantie gekregen. Ja. Dus we gaan zo eerst hier in die waters van Walvis bij. Af en af verder gegaan. Luanda, La Guerra, daar hebben die boeren van Zuid-Afrika. Ja. Daar hebben we Las Palmas, Tenerife, rondom eilanden. Ja. Het was gewerkt, maar dat was altijd met die dingen. Nou kom ons hier met die. Elke 14 dagen in de vakantie, waar kom je in die plein hier? Ja, hier is die 14 dagen, maar altijd op je kampen niet zo'n kosten. Dat je nou dat gaat doen. Nou, toen ik
Ik was jongman geweest in 1970. Ik ben getrouwd. Toen heb ik nog een jaar op biskop gewerkt. Nou ja, toen besloot ik, nee, ik kan het beginnen groot maken. Ik moet zeggen, laat ik bij de huis kom. Ja. Dat is niet werk, niet. Ja. Maar toen dacht ik, nu bij die handschoenfabriek. Had ik begonnen, niet zo. Ja. Zo had ik haar gewerkt voor, zeg maar, 21 jaar. Ja. Toen gaat het moeilijk met die fabrieken en die dingen. En, zelfs de mater, je kreeg niet die handschoenen verkopen, die leren is de dier. Ja. En zo die fabriek later toegemaakt. Op een rij te doen. Doet ik nou problemen met gaf. Doet ik ook een stuk. Gegrikt. Ja, zo was mijn leven nog vroeger aangegaan. Dus ik getrouwd en ik het. Ik zei vier kinders. Ja, hè. Dus op die ogenblik nou die een, laatste een was laatste jaar getrouwd. Dat was drie ziens en een dochter. Die een zien, die tweede zien, was laatste jaar getrokken. Verder zijn nu allemaal uitgetrokken. Zo. Dat is nu net even die vrouw wat nu bij de huis is. Ja. Dat is nu eindelijk mijn geschiedenis. Ja, maar hoe zeg wat. Ja. Ik nog maar. Ik zeg, oorzit zwaar groot geworden. Maar ik meen, als ik nou iets anders kon verkiezen. Ja. Als ik maar net weer gekiezen ben gekiezen. Het was net voor mij heerlijk in de natuur. En, om planten en dingen te zien groeien, te zien groot worden. Om, dieren, lammers en kalvers te zien groot worden, het was maar net die leven van mij geweest. Ja. Ik zou iets anders willen begeren nemen. Ja. Nou, ik verstaan, jullie was 12 bij die gezin. 12 bij die gezin, ja. Zo, hoeveel leven nog van die 12? Hé, ons was zeker een van die gelukkigste. Ja. Mijn oudste broer, ik is nu die derde oudste. Ja. Mijn oudste broer is nu een jaar. Een beetje meer dan een jaar geleden. Dat is mijn oudste broer leren. Verder leven was allemaal nog. Onze ouders is nog. Dat is nog wel leren. Ja. Mijn pa is wel leren. Hij zegt wel ja, maar ik getrouwd is. Hij was nog niet zo. Hij was nog jong geweest, maar in die 50 jaar. Ja. Hij zegt wel ja, maar ik getrouwd is. In de 70. Mijn pa wil leren. Mijn maatje kan nog zo'n 20 jaar daarna geleven. Toen zijn we ook wel leren. Zo is die broers en zusters broers en zuster nog in die omgeving? Alle is op die ogenblik allemaal in die omgeving. Ons kan nog lopen naar elkaar toe. Dat is die plekjes met die verwerken van elkaar. Twee blijven hier achter een klein vlieg. Verder die anderen blijven allemaal daar lang waar ik is. Zo is het. Ons is gezind geweest. Ons is gezind. Zo toen jij meneer bij die skippe gewerkt. Je gewerkt tot bij Angola en zo aan die plek. Angola was ik ja, toen ook bij Tenerife, Las Palmas. Aan die waters door gewerkt. Maar ik zo ver gegaan net tot bij Portugal. Portugal, ja, zo ver was ik nog geweest. Als je daar dingen is gevat, laatste dingen, die eerste jaren, die plein door aangevat op hij lichaam. Zuid-Afrika doorgekomen. Zo heb jullie de hele tijd ook een paspoort gedragen? Paspoort, ja. Zit. Ja, een paspoort gedragen, ja. Kon je verschil zien tussen Zuid-Afrika en Nederland? De hele tijd. Ik zei, niet bij jou op land geweest, niet zo op zee geweest. Ja. Ja, maar. Maar ik zei verschil. Maar aangewezen kan ik niet nog beschrijven. Dat is een verschil aangewezen. Dat is te veel. Die mensen van het was op zee geweest. Ja, maar ook. Er is een plek aandoen en zo, ja. Tenerife. Of Las Palmas, daar leert misschien voor een dag of twee. Ja, ik weet het, was bij je goed geweest. Die mensen waren bij je goed en die mensen. Die talen kan je ons nog niet. Lekker verstaan elkaar niet, ja, maar dat was goed. Het was goed geweest. De eerste man nog net zo met Tenerife en dingen, maar net zoals nu waren dingen van die plein. En ik ging een dag of twee hebben die leef met plein te vatten uit Afrika. Dat was nog met die plekken in het lokom. Verder is het de meeste optie geweest. Ja. Tenerife was ons, dat is wel maar ja, voor een paar dagen. Dat was niet plein creëren. Met het loon hebben we een tel.
Dat was wonderlijk hoe je behandeld was daar bij hotel. Ja. Dat was bij je goed geweest. Zo, ik verstaan jullie. Jullie was betrokken bij de kerk. Bij de kerk, ja. Ja, is het, was het de Rijnmondse kerk of was het die Moraviëse kerk? Hoe was het begint? Ik heb verstaan dat het de Rijnse kerk was. Ja. Zo, hij was nu elke Duitse leraar wat gekomen. Die met. Ja. En dat was nu sommige voor heel streng geweest. Ja. Hij deed zich nee. En hij nu die orde gehouden. Nee, waarlijk waar je kan niet die sporen trappen. Je moet het net maken die wetten voor jou zijn. Ja. Ja, of je niet dat doen, dan moet je Uri Berg. Ja, met Uri Berg. Ja, dan is het in de 60's, weet je waar die problemen niet voor deze maal. En mijn oosters, dan kan het niet meer bekostigen om leraars in Duitsland te laten komen na, toen is het nog gemakkelijk. Die beste veroorzelen wist om met de Arabische kerk aan te slikken. En het oosters is zo erg, dan ging die in de 60, 65, dan is het nog erg ontdekt. Toen is de Arabische kerk naar oor gevallen, ja. Maar nou, het verschil wat nu raar is, ons wat nu in de Rijnse tijd groot geworden. Ja. In de Rijnse zendingtijd. Ja. Ons kan nu net niet. Door een leven en raar komen hier met de Arabische dingen. Ja. Er had een verslapping gekomen in die tijd. Ja. Daarom met ik meen die plek is niet meer wat het geweest is. Daar was streng orde geweest, die gehandeld net volgens de orde. Ja, ja. Maar nou hier is er bije toegevings gemaakt. In de Arabische kerken. Zo die plek nog vervallen. Dat is me net niet meer die plek van de Rinderzending. Nee, nee. Hij was nog geweest, de blanke leraar en zo maar. Maar let je op je toen gehouden. Je moet doen wat gedaan moet worden. Wat je verplicht om. Je moet kerk toe gaan elke zondag of elke zondag. Maar je moet geheel kerk toe gaan. Ja. Maar nu in die laatste tijd, dat onze kerk, ik loop leeg, elke dag. Zondag is maar hier een paar meisjes wat in die kerk is, altijd maar nog meer. Nee, diezelfde gezichten. Ja, ja. Dus die, bij die Easters en die dingen, ze is van bijen van ons, ik was in die Kaap gebleven, aan die zendingsstaties en meisjes. Nu komen we met zulke tegen je komen luisteren. Ja. En daar zei tegen je, die kerk nu weer vol, dan komt allemaal naar kerk toe, ja. Ja, ja. Zo, wanneer het begint te klinen? Pastoreste brengen. Zodra die, precies net toen die Arabische kerk wordt gevat. Ja, oké. Okay. Het was nou al. Dus ik zei, 65 uur gevat. Ja. Ja, maar vandaar die tijd af tot nu toe. Was hier nou al. Kijk, leraar zeker toch hier en niet. 70, 30. Leraar was binnen rijtijd die zo, tot nu toe. Maar wat ik mee verstand kreeg, wat die Duitse leraar is geweest, kan ik onthouden net van. Wat ik gekend heb nou. Ja. Mijn grootouders nog wat gepraat heeft. Ja. Hij was omtrent zo'n 3-4 leraars, wat voor een hele jaren, aantal jaren. Ja. Kom maar tot die. Dat is ja. Strasberger. Ja. Leraar. Hij was om te gaan zeker zo in die 40 jaar. Ja. Was hij hier leraar op die stasie. Heeft hij daarom school georganiseerd voor die kinderen? Met die kinderen? Ja, nee. Daar was nu een probleem met die school. Nee. Was daar niet anders, nu nog een hele zendingsschool. Nee. Die 6 jaar, 7 jaar aan die school toekomt. Nee. Zo in de eerste periode was godsdienst. Ja. Dat die gehad het jaar. Elke ochtend. Ja. Zo zei het laatste. Dan is het goed georganiseerd. Zo, wanneer het die schoenfabriek begint te werken? Daar was ook in die tijd van die Rijnse zender. Daar was het niet. Daar is hij gebouwd. Daar staan, daar was een leerlooierij geweest. Waar hij die leer gelooid heeft. En daar die leer even nagekomen naar die fabriek toe. Dat leer van schoenen gemaakt, weer veel schoenen, ja. Binnen rijtijd. Van die rijtijdzending. Allee, sommige, in die begin, dat was ideaal om die mensen, die gezinnen wat die geweest zijn, om voor hun werk te geven. Daarom is het om die looierij en toen met die fabriek gaan beginnen.
Dit was nu in een groepen geweest. Hmm. So, het was daar mensen wat geleerd het om onderwijzer te wees en so aan veel mensen wat onderwijzer was. Of was die Duitser net die onderwijzer? Die Duitser was daar in my ouwe tijd toe aan de school gegaan het. Uh-huh. Daar net Duitsers, blanker. Hmm. Maar later waren het net kleerlingen geweest, hier in oorse tijd. Hmm. Waren het al hier eens zijn. Maar het waren net kleerlingen, bij je van die personen waar die geboren zijn. Groot geworden, het is opgeleid. Het lag hier gekomen van school, ja. Het was ook net kleerlingen die laatste jaren geweest. Ja. Van die Rijnse zending, het is net kleerlingen wat school gehouden. Kan je daarom namen onthouden? Oeh, ja, nee, dingen waarin was er Enis. Enis Sas. John van Rooij, Berry van Rooij. En dat was allemaal liever. Ja. Oh, let op, mag mij vertellen van die dag lachter. Ik kan ook niet. Je hebt niet maar dus die waarheid vertellen, maar ik heb het niet eens. Ik heb vattigheid aan. Man wat zo gestild het in die boeren, ze schapen. Toen de honger dat stil is om die schapen, dan komen er die politie en dan gaan we niet op zijn spoor. Hij was nog perritus geweest. Ja. Daar loom die perrit. Dat was even helemaal, dat kan maar nu zo lang gaan. Ik mag komen, uh-huh. Hij staat daar. Ze mag voeren naar iedereen. Ja, maar ze nemen een klein William kom. Ze hebben daar voor die tronk om zitten daar. Ik kan dat niet, dat vaart niet. Maar ze zegt dan soms over anderen, een gietpool of ja, die politie om zo ja, maar. ik wil net niet aan wezen. Maar alleen is voor die reine waarheid verteld. Ja. Ja, maar. Ik weet mijn opa dan nog verteld van die dingen. Mm. Oh, Abi Boerveld, toen raakte haar schaap van die oude man weg. Dat was goed bekend, die oude. Dat lacht er niet bij je meisje gekend. Om die laatste beweren, zo aan. Ja. En toen vertelde die oude man toen van die dag. Hij had de hammel van die. Ja. Van die ogen weggeraakt. Ja. Toen laat weer dag luchtig samen met iemand, voor mijn opa. Maar hij die allemaal geslagen, hij was de honger geweest. Ja. Ja, zo. Alles zei, hij was ook een watermens in die omgeving. Oh, ja, niet dit. Dit praat er ook van, maar dat is ook iets wat ik net niet aan kan vatten. Kan vatten. Maar je vertelt van die watermeisjes wat hier in die kloof op. Hoe vertellen we van die sazen waar lucht? Nou, weet je sazen die lucht of een waterslang? Vlieg altijd die gewoonlijk. Die man die gevier op, hoe ze bij je diep gaat. Ja. Waar een zakje geloof in hij gaat, ja. Van die kleine visjes kan praten, ben je nu nog van die? Nou nog van die story. Ik heb het nog niet ondervonden, ik wil net niet gloren aan hier. Net niet van mij. Maar dan vertel het ook eens. Vertel het ook moet. Ja. Volle waarheid, maar dat. Ja. Dat is zo. Maar ik heb het nog niet tegengekomen. Ik was nu net niet sceptisch om. Ja. Ja. Zo, wat het type sport heb je gespeeld in je omgeving? Hier om de filling was ik van onze school morgens of net. School daar net rugby. Dat is rugby geweest, ja, rugby en netbal. Ah. Het was nog maar al wat hij gespeeld had, het was niet iets anders. Dus kon jullie met andere kinders van de andere dorpen spelen? De school deed het erbij, dat is andere dorpen doorgegaan. Schoolkinders hebben elkaar gespeeld, ja. Ah. In het latere jaren, jongmannen en goed. Loog hier een klap gestapt. Ja. Dat is nog bij je eens gegaan. Lammers bij je gaan spelen. Graanwater, Doornbos, Vredendal. Hij plek het allemaal. Klaver.
klaar we gaan spelen. Maar de marsiespannen was hier bije goed. Ja. Ja, bije goed, maar zelfs een maat gaat ook eens hoe dood gaan doen. Die jongmannen vergooien en zo en niet dranken. Yes, yes. Ja. Dat jammer ze maar. Ja. Dat is in de vroege tijd. Ja. Dus het is. Zo is om daar niet blij. Als daar misschien gronden wat je hebt, je eigen gronden of eigen boer jullie met iets of wat? Nee, want ons heeft onze eigen gronden. Ons heeft nou elke keer een stuk grond, maar dat behoort aan de kerk, want we hebben de kerk hier. We planten ons op die grond, om onze oesten en raai te krijgen. Verder, elke mens met ons heeft dier, zijn bokjes of zijn schapen, zijn bies. Maar allemaal, de meeste van ons leven was nu toe op die rooibos die. Ja. De eerste hoog op die plantages waar ze koren en roggen zijn. Dat is nu vol tier geplant. Zo haast ze daar nog veel meer in de aarde. Ja. Ja, dat is nou. Zo, hoe lang moet je nou hier bij de kerk, totdat die grond jonen is of wat? Nee, die grond was nooit jonen. Hoe lang de kerk, kan maar zeggen die. Lang het in die kerk zijn naam geregistreerd is. Aha. Gaan het nooit jou naar oor niet. Zo aan nu hier tot. Zo had je betaald die ziekere geld? Die betaalt ziekere geld, ja. Maar jij. Jij betaalt. Weet niet, jij betaalt men. Jij betaalt men. Oost dinges noem maar. Gaan we zien die plek. Ik kreeg zwaar. Maar daar komt nooit inkomsten van Oostse kant naar waar die gewoon hier. Ja. Wordt betaald rechtdag om te gaan. Je kan er niks zijn, maar niet. Je kan liever zijn, niks. Niks, ja. En als ik nu kijk, ik plant nu hier een stuk grond. Mm-hmm. En dan kijk ik nu voor een pocket aardappel, dan heb ik een stukje grond gekregen. Ja. En dan betaal ik voor die kerk niet eerst die prijs van één pocket aardappels. Mm-hmm. Behalve nu meer andere inkomsten nu. Ja, ja. En daarom die plek kreeg vreselijk zwaar om te ontwikkelen. Mm-hmm. En die mensen, ons is het stiekst voor betaald. Hoor daar iets opgezet, niet meer als de vierde is te veel, dat kan niet, als hier dit opzet niet. Ja. Maar mag echt dan waren ze, als moet wordt meer te betalen. Als kan niet anders doen. Ja. De voordelen wat je krijgt, je grond uit, plus je dieren, betalen ons omtrent niks. Ja. Zo je meent daar, als je ziet programma wat van de regering afkomt, wat komt mensen, ja, zoals paaien recht maken. Want ik heb opgeleid wat ons aankomt, zeker een stuk paaien is nog geen getier en zo aan. Oh, nee, wat. Ja. Als er heel weinig projecten hier. Als er die pad is nog slecht. Die pad is nog slecht. Eerst is gewoon pad, van die graf af, Engelsman zijn graf af tot die. En hoe het mij naar hem niet gehoord, schat, het pad gaat er nog een tier worden, weet je, dat man nog zien, wat aan gaan maken. Er worden bij projecten worden ze geheel voorzien. Brug wat die gebouwen is, die gezien, boos wat die gemaakt is. Dat is allemaal projecten wat waren ons geholpen is. Is daar enige municipaliteitsprogramma wat hier komen of projecten en zo? Nee, niet eindelijk. Maar nog meer, maar de municipaliteit is niet eens betrokken hier bij ons eindelijk niet. En jullie gaan er niet over zeggen, bedenk ik ook maar hoe je met die dingen nog gaat doen worden, of je hebt probleem met die zoerieglijnen hier af en dan moet ons maar nog sukkelen om het zelf. En dus het probleem te groot is dat voor als de municipaliteit, daar komt heel bellen, maar als je dat is niet verplicht niet, want daar wordt niks aan alle ogen betaald, van onze kant af niet, ja. Okay. Ja, dan kan heel bij je daar, echt nood is. Ja. Ja. Als daar enige een kliniek wat hier komen voor gezondheid en zo. Ja, die kliniek is hier aan de kant. Ja, elke donderdag, elke week gaan we bussen wat nog. Die meeste van dat bij die dokter moet weer klein William. Gaan hier ook kliniek. Ze zeggen, maar je moet volgende keer meer zijn gaan met die dokter. Als je mensen dokter kan zien. Dan gaan dokter zien, ja. Zo komen we hier naartoe om moet je naar die Klein William toe gaan of wat? Ons was met haar naartoe gaan, ja. En die bestie vader zo van niet, dan was het weer van niet. Maar het doodgevallen of zo, ja. Kom je ambulance op en kwalie mee is hier. Kunnen we hem dan daarom
die tydse pastoorse wat hier was, sy name kan onthou. Eerste een, dat was nou Leipoort. Leipoort, nee. Ja, Leipoort was die eerste een. Maar dat is niet een... Ik heb maar nog een woord van hem. Ja. Maar mijn tijd was hij niet. Maar naom, wel een meneer Strasberger. Mijn Strasberger. Ja. En dan meneer Dittmer. Dittmer. En daar Eeslinger. En dan meneer Moritz. Dat was de laatste deze predikant, die Fatima Rabies wordt. Hoe Fatima Rabies wordt. Ja. Zo nadat ik te stellen aan die kleding dominees en zo. Die kleding dominees, ja. Oh. Ja, dat waren nog een dame, een schiever. Maar ook weer Duitser, ja. Zo, het hele terug gegaan Duitsland toe, het hele geblij in Zuid-Afrika. Die ene is hier geleden, hier van Strasberger. Ja, dit mag is weer Duitsland toe. Eeslinger is weer Duitsland toe. Meneer Moritz is weer Duitsland toe. Maar nog meer allemaal weer Duitsland toe. Nee? Ik denk dat hij hier leren is. Eerst in Leipold is ook hier wel leren. So, die andere is weer allemaal terug. Schiever is nu nog hier. Hij blijft wel wel. Voor elkaar begraven, ja. Maar hier is nu hier. Hij heeft nog bij je gedoen, hij was schiever, zo lom aan beneden laat gaan met mensen geholpen, zo dat hij vieren met bulldozers opgestuurd. Ja. En zo aan fondsen wat hij in Duitsland heeft gekregen. En toen hij die werken is, zo zo. Ja, dus mensen is net zo weg. Wie is nou de heidige dominee? Dat is nou een vrouw. Oké. Een vrouw en een man, dat is nou 2 jaar. Ja. Die man is Redkulf en die vrouw. Die vrouw Hans. Hans, oké.